Vandaag voor aanvang van de Raad van Ministers gaf vicepresident Ronnie Brunswick aan dat hij gewaarschuwd had dat het kiesstelsel niet gewijzigd moet worden vanwege de vele uitdagingen in het veld dat te maken heeft met het stemmen. De vicepresident gaat hierop verder in. Kiesregeling, ik ben met alles eens. Ik wacht nog steeds. Ik heb die mensen gewaarschuwd. En toen hebben jullie ook geschreven, jullie hebben uitgezonden. Kijk wat meneer Brunswick zegt, net dat je bedreigt. Ik heb nooit bedreigd. De man dacht toen mij, takke, grofu, mijn poor fini. En als je niet kan luisteren en als je niet wil luisteren naar wat iemand heeft gezegd om te begrijpen wat hij bedoelt, dan mag je je conclusie trekken. Iedereen kan zeggen van die man heeft uitgescholden, die man heeft bedreigd. Andere man zegt van nee, die man heeft een boodschap gegeven. Omdat ik er precies weet dat wanneer het Hof zou beslissen dat de kiesstelsel gewijzigd moet worden, dat er in het binnenland goedkope zetels zijn, dan zeg ik ook akkoord. Hoeveel parlementariërs zijn er? 51. Hoeveel kiesgerechtigden hebben we in Suriname? Wanneer we gaan naar 2025 gaan stemmen, hoeveel kiesgerechtigden zijn er? Nou, dan is het aantal kiesgerechtigden gedeeld door 51. Dan is het 1 zetel, kom je ongeveer op 7000 of zeg maar 7000. Dat betekent als je in Marowijnen wil waarderen, dan kan je het aantal kiezers van Marowijnen optellen, gedeeld door 7000. Dat betekent dat Marowijnen, als Marowijnen 21.000 stemgerechtigden heeft, dan krijgt Marowijnen 3 zetels. En als Marowijnen 15.000 is, dan krijg ik Marowijnen maar 2 zetels, zo simpel is dat. Ja, dat betekent dat we dat ding heeft verspreid. Dat het districtenstelsel blijft. En in Sipaliwini, zeg maar, daar heb je 25.000. Als je 25.000 gedeeld door 7, dan neem je hoeveel? Dan is het 3 zetel. Daarmee gaan wij ook akkoord. Ik heb geen moeite mee. Als ze zegt, elke zetel moet even zwaar weken, dan moeten we kijken wat er met corona gaat gebeuren. Gaat corona 0 zetel krijgen? Ja toch, dan krijg je 0,3 zoveel, niet eens een halve zetel. Dus al deze dingen heb ik gezegd, heb ik van tevoren gezien dat het een dilemma gaat worden. Hoe lang was die uitspraak van Constitutioneel Hof? Hoe lang al? Een jaar? Oh. En wat hebben we nu? Is de kiesstelsel veranderd? Als morgen gestemd moet worden, zeg maar, er komt druk en wij moeten gaan naar verkiezing. Gaan we naar de verkiezing kunnen gaan zonder kiesstelsel? Wel, voor dit had ik gewaarschuwd. Dat waren mijn ideeën. Maar als mensen niet willen luisteren en zeggen, ja, wat zegt die Brunswijk? Hij weet niks, hij dit. Wel, al die deskundigen die daar waren, laten ze die oplossing brengen. Want er komt uiteindelijk, gaat het naar het parlement moeten gaan. En die mensen die dat hebben gedaan, zitten niet in het parlement. De partijen die in het parlement zitten nu, gaat moeten bepalen welke stelsel ze willen. We zien dat minister Mogadu een referendum voorstelt dat het volk maar bepaalt of er wijziging moet plaatsvinden. Nee, kijk, er zijn regels hoe dat gebeurt. Referendum zijn de laatste middel wat je krijgt, maar Suriname leeft in een democratische staat en het parlementaire stelsel, dat gebeurt in het parlement. Het parlement vertegenwoordigt het volk van Suriname en dat betekent dat het naar daar gaat. Ik heb met meneer Permisser gesproken en hij zegt wat jullie daar hebben in Marowijn, dat podiumtaal is, van binnen de kamer, staan jullie weer op één lijn. Met wie? Meneer Permisser zegt dat. Met Permisser sta ik niet op één lijn. Hij zegt, hij staat met jullie weer met de ABOP gesproken, jullie staan op één lijn. Welke lijn is dat? Heeft hij gezegd welke lijn? Ja, dus dat is... Oh, dus de lijn is wat ik al hier heb gezegd. De lijn van de ABOP is dat districtenstelsel blijft. Elke district, Paramaribo, als je 7000 mensen in Paramaribo heb je een zetel. Moet je ook 7000 in Marowijn hebben, ook een zetel. Dus we zijn ready. Hoe ready? I'm ready for take-off. Wacht niet meer, wacht niet.
Dus ik ben in Paramaribo. Ik ga u zeggen, de strijd gaat hier gevoerd worden. Want wat men gaat weghalen in Marowijne, gaat ze hier in Paramaribo zitten toch? Wat ze weg gaat halen in Sipaliwini, komt hier in Paramaribo. Wat ze gaat weghalen in Nikeri, komt hier in Paramaribo. Wel, Romeo Bravo is hier in Paramaribo. Ik ga alles nemen. Ja, ik ga ze bewijzen dat je mag doen wat je wil. Wat van iemand is, wat God iemand heeft gegeven, kan je nooit kunnen weghalen. En dat kijk ze bewijzen, ja? Dat, ik weet het niet. Je kan niet verhuizen. Het gaat vanaf dat moment, die registratie gaat vastgelegd worden, hoeveel mensen daar opkomen, daarvan krijg je. En dan gaat niemand meer de gelegenheid moeten krijgen om te verhuizen, toch? Want als je zegt van zoveel mensen daar, en op grond daarvan heb je die zetels breken, dat betekent dat er een beleid moet komen dat niemand zomaar mag verhuizen.